Heren, welkom. Hi. We hebben Gerard en Roderick. En voor de mensen thuis, stel jullie eens even voor. Wie zijn jullie? Laten we beginnen met Gerard. Ik ben Gerard Lindeboom. Ik werk voor Adobe. En ik ben lid van de DDMA-commissie CRO. Dus ook een van de juryleden van het evenement van vanavond. En dat ben ik. Ja, heel goed. Roderick? Ja, Roderick, een van de oprichters van Brainengineers. Een van de sponsoren van CRO Café. Ja, en het evenement zelf, toch? En het evenement zelf, ja. Ja, ja, heel goed. Ja. Kijk, eten. Daar ga ik in. Bart zorgt voor de hotdogs. Gerard, vertel. Is het ook het derde jaar dat jij meedoet? Klopt, ja. Ja? Veel veranderd in de afgelopen 3 jaar? Begrepen, ik hoorde in ieder geval iets over heel veel aanmeldingen. Was in een stuk of 81 dit jaar. Klopt, ja. Het aantal aanmeldingen is enorm gestegen. Dat was vorig jaar iets meer dan 50 en nu 81. Dus het waren heel wat avonden en weekenden. En het is toch heel leuk om te doen. Het is echt wel heel veel, want je wil ze allemaal lezen en allemaal... iedereen heeft er heel veel moeite voor gedaan om het te beschrijven en het in te dienen. Dus je wilt het ook met alle respect behandelen. Ja. En wat je dan merkt is dat je met lezen er helemaal wordt ingezogen vaak. Hè? Want voor ik bij Adobe werkte heb ik zelf ook optimalisatie gedaan bij een bank in Nederland. En je wordt er weer helemaal ingezogen. Hoe hebben ze het gedaan? Hoe zag het eruit? En hoe zou ik het gedaan hebben? Dus het was... Heel leuk om te doen. Als je die nominaties leest, sturen jullie dan ook gewoon een hele bak met vragen terug? Van, heb je hier aan gedacht? Wat zijn deze cijfers? Kun je hier eens kijken? Ja, klopt. Je maakt steeds aantekeningen, van, zodat die ook in het juryrapport kunnen komen. Ja. En er zitten ook vragen bij of, denk volgende keer aan dit. Of neem dit ook op in je hypothese. Of waarom hebben jullie hier niet naar gekeken? Ja. We krijgen niet een rapport, neem ik aan. Dus alleen maar voor de genomineerden? Of? Klopt, alleen de genomineerden. Ja. Ja, interessant. Ja. Wat hebben jullie ingediend, Roderick? Wij hebben helemaal niets ingediend. Alleen geld. Ja, precies. Ja. En jullie zijn veel gebruikt door de mensen die het hebben ingediend. Ja, klopt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wie zijn allemaal jullie klanten? Landel Green Park is wel een van de genomineerden die expliciet volgens mij Brainengineers heeft genoemd. Ja. Maar goed, we leveren UX Insights. Hè? Dus UX-onderzoek wordt veel toegepast. Ik denk dat bij Transavia Case... zou ook een van onze insights gebruikt zijn. Met name eigenlijk, de case die hier werd benoemd, zou ik even toelichten, was dat de banner op de homepage aangepast wordt op de interesse van de gebruikende user. Dus stel je had al eerder geklikt op Barcelona en je kwam terug en zag die banner dan ook dat die ingevuld was met een Barcelona foto. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld inzichten die uit ons onderzoek naar voren komen. Die case komt nog, hè? Want wat we nu gehad hebben was die van personalisatie. Ja, personalisatie. Maar goed, die banner kwam ook nog. Ja. In ieder geval, als ik goed heb opgelet. Ja, ze hebben er twee. Ja, ze hebben er twee. Ja. Transavia. Sorry, Transavia heeft twee cases ingediend. Eentje bij personalisatie, die was net geweest, over het inchecken. De klanten die hebben ingecheckt, dat zij nu een andere versie van de homepage zien waar incheck heel prominent op staat. En komt er straks bij conversie nog eentje. Mag ik al verklappen waar die over gaat? Ja, tuurlijk. Ja, wij zien het niet. En de mensen die hier nu kijken of luisteren, die zijn er natuurlijk ook niet bij. Dus iedereen vertelt hier eigenlijk al zijn case. Ah, goed. Ja, waarom niet? Kom straks nog even terug, Gerard. Ja, dat is misschien leuker. En ik weet het ook niet helemaal uit mijn hoofd. Maar volgens mij gingen ze de zoekopdrachten gingen ze specifieker maken. In plaats van alleen vluchtbestemming gingen ze veel meer doen met... Als je wist dat iemand bijvoorbeeld Barcelona zocht... Ja. Dan was het niet vlieg naar Barcelona voor 150 euro... Maar ga genieten van Gaudi. Ja, ja, precies. Exact. Om ongemerkt al te laten zien dat je weet wat iemand wil. Ja. Cool. En hoe vaak komt het nu voor dat je dat je die cases allemaal doorleest... En denkt van... Hé, dat is grappig. Nou, dat is het leuke, want je vroeg net van wat is er veranderd. Het eerste jaar hadden we echt iets van, jeetje, moet je dit echt nog doorlezen en serieus nemen? Dat kwam dit derde jaar helemaal niet voor. En er waren ook meerdere ideeën dat ik dacht van, hé, dit is slim gevonden of leuk bedacht. Bijvoorbeeld van Bruinzeel, die gewonnen hebben bij acquisitie. Dat je zeg maar, gaat target op locatie uit te sluiten waar iemand is. Zodat je echt letterlijk in de fysieke locatie van een andere keukenleverancier kunt gaan targeten. Zelf nog nooit aan gedacht. Dat was echt een hele leuke verrassende. En hoe werkt het dan in zo'n jury? Hoe draag je dan zo'n case aan? Je komt hem allemaal bij elkaar en dan noem je van joh, dit vond ik het meest interessante. Of...
We hadden zeg maar, een soort scorenlijst gemaakt van wat moet erin zitten. Van tevoren, hoe is het vooronderzoek geweest? Hoe is de hypothese opgebouwd? Hoe is de situatie voorbeschreven? Welke metrics zijn gebruikt? Dan ga je daarna kijken van wat hebben ze dan daarna gedaan? Past dat goed bij de hypothese? Zijn er daar weer de juiste metrics gebruikt? Wat voor statistische methodes gebruikt? Dat zijn zeg maar de wat hardere dingen. En dan hadden we nog een soort joker die je kon toegeven als iets heel bijzonder was. Of je vond het heel gaaf, kon je nog daar wat punten voor geven. Een creativiteitsjoker. Ja. 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 Okay. En is er een specifieke joker die je zelf geeft? Mag je dat benoemen? Of? Ja. Hoeveel jokers mag je geven? Nee, we hadden wel gevraagd, ga daar spaarzaam mee om. Want ja, als je de continue jokers weggeeft, heeft dat ook geen zin. Dus nee. Die moest je wel echt voor de krenten doen. Ik heb er geloof ik 3 of 4 gedaan. Ja. Ja. Leuk. Ja, en we hadden net ook een case die met die van Rutger van Lamp en Licht. Vonden we ook een hele leuke. Omdat hij eigenlijk zo simpel is. En ook omdat hij, in ieder geval, toen wij hem besproken, dachten we van, ja, maar... Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde wat je zou verwachten, zeg maar. Dat je, als je social media buttons, dat is alleen maar afleiding normaal gesproken. Dat is een beetje de conventie, zeg maar. Dus zorg ervoor dat die niet al te dicht bij je conversiepunten in de buurt komen, want dat leidt af. En toch een succes. Ja, ik zat zelf toe te denken, toen ik die las, misschien heeft het wel iets met een soort social proof te maken. Hè? In plaats van zeggen van zoveel mensen gingen nu voor, dat het iets was van oké, als je laat zien dat je social serieus neemt en zegt van deel het maar, vertel het maar aan anderen, dat het op een andere manier vertrouwen werkt. Ja, en Bart zei het ook van eigenlijk is het, bij heel veel social media is het natuurlijk, ook kijk mij eens, gewoon meer gewoon zenden, zeg maar. En bij specifiek WhatsApp gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om. Dat is niet publiek. Maar dat is gewoon een communicatiemiddel met je partner natuurlijk. Om te vragen van, hey, vind jij van die lamp? Wat vind jij ervan? Mag ik hem kopen? Nee, het is super interessant om uit te zoeken van, waar komt het nou vandaan? Ja, kijk, er is nu eigenlijk spontaan een effect gevonden. Hè? Dus op basis van een inzicht. Hè? Dus een idee. Maar goed, wat zit er nou echt achter? Ik denk dat het daar voor een vervolg heel interessant is om daar naar te kijken juist. Ook mooi hoe ze in segmenten zijn gedoken. En dat was ook zo'n moment dat ik dacht van, hé, maar hoe zit het dan? Want als ik het goed uit mijn hoofd vertel, was het voor nieuwe bezoekers was het minder het effect. Maar voor herhaalbezoekers was het meer. Ja. Maar toen dacht ik, ja, een lamp koop je ook nooit in één keer. Vaak ga je daarnaar kijken en dan overleg je inderdaad. En dan kom je terug en dan koop je het. En dan als ik zo, oh, maar dat zou ik eigenlijk wel willen testen dan. Ja. Even, maar, ja. En in feite wat je natuurlijk hebt gedaan is in plaats van naar het verlanglijstje te zetten, heb je een stukje commitment en consistency toegevoegd. Want je hebt al op een hele lage drempel eigenlijk gezegd van nou, misschien zou ik deze wel willen. Vervolgens heb je daar weer een reactie op gehad. Ga ik vanuit van iemand anders. Dus het is een hele slimme manier om die aankoop eigenlijk al in gang te zetten. Ja. Ja. Dus er zijn heel veel slimme... kleine neuromarketing technieken verwerkt in dat hele kleine stukje tekst met die ene knop. Ja, wat we net met Rutger bespraken, is dat je loopt wel, dat is een beetje een zwak punt van hoe wij meten, zeg maar. Want je haalt iemand wel uit het bestelproces met mogelijk best wel een lange delay daaraan. Misschien heeft het wel een positief effect aan het in the end, zeg maar, op je revenue. Maar tegen die tijd, nou, of je cookies zijn weg, zeg maar, of je zit alweer op een ander device. Dus je moet wel dat effect, maar blijkbaar zelfs met al dat verlies, zeg maar, is het nog steeds een succes, zeg maar. Ja. Dus dat is wel goed natuurlijk. Ja, maar dat is wel een risico met de manier hoe wij meten en hoe mensen zich eigenlijk gedragen. Ja, je bent hem even kwijt. Ja, eigenlijk bij wijze van. Maar in de journey, eigenlijk vanuit de user gedachte, ja, die zit er gewoon nog helemaal in. Ja. Die zit misschien nog thuis in bed even nog naar te kijken of weet ik veel, over na te denken. En een lamp, ik kan me voorstellen, maar ik ben geen lampenverkoper. Ik kan me voorstellen dat het lampenkoopproces, dat je dat in een week doet. Als je bijvoorbeeld voor een auto of een hypotheek gaat, dat zijn misschien langere trajecten waar je inderdaad... We hadden het net over Bruinzeel. Die zeiden van ja, dat gaat soms maanden overheen. Ja, alleen voor een lamp is het natuurlijk wel weer, ligt een beetje aan de prijs van een lamp. Maar ook smaak komt daar natuurlijk, past het wel, past het niet? Ja, misschien dat mannen daar ook iets makkelijker in zijn dan... Gaat hij aan of gaat hij uit? Yeah. Check, oké, prima. Nee, dus dat, maar ja, ook daarvoor weer het belang van de lengte van je test om daarover na te denken. Als je nu een test van 30 dagen zou runnen, kan ik me voorstellen dat de eerste 2 weken dan zakt die conversie in elkaar. En daarna krijg je pas die uplift van mensen die erop terugkomen. Dus het is gewoon heel veel hele interessante aspecten, die ene case. Ja. Dus wij doen veel inspiratie op in ieder geval. Ja. En ook de breedte, of de verschil in de testen. Want lamp en licht en markt
Landal staat volgens mij in dezelfde categorie. En waar Lampenlicht heel specifiek was op dat delen, was die van Landal heel erg breed. Die hadden wel 5000 varianten van testen en zo. Dat is ook een hele gave om te lezen. En wat er dan uitgekomen is ook in meerdere iteraties. Ja. Die was met jullie met Brainfuse toch ook? Ja, ook. Maar wij zitten dan in het hypothese-vormend proces. Dus van wat ga je testen en hoe ga je die AB-testcreaties inrichten. Maar inderdaad, zij gebruiken 16 creaties die zij dan in een evolutiemodel zetten. Dus op het moment dat jij een knopje aanpast, dan kun je dat in een AB-test zetten. Je hebt gewoon de huidige site en de versie waarbij het knopje is aangepast. Maar goed, meestal heb je meerdere varianten. En wat zij doen is in een evolutiemodel, dus een soort van grid, zetten zij meerdere combinaties van die varianten in tegelijkertijd. En daarvoor gebruiken ze de tool Evolve. Waardoor je eigenlijk al die varianten in één keer kan testen. En kan kijken welke is dan de fittest. Hè? Dus in de evolutietree. Welke werkt dan uiteindelijk het beste. Ja, voorheen heette deze tool Sentient. Voor de mensen die dat nog kennen. Het is inderdaad een manier om om het probleem te omzeilen. Je kan hem natuurlijk ook live zetten als multivariatentest. Ja, die vroegen inderdaad af. Wat is het verschil? Als je multivariatentest, als je 16 verschillende variabelen hebt, dan heb je een flinke bak traffic nodig. Als je dat allemaal netjes verdeelt, zeg maar, dan heb je een flinke bak traffic nodig om dat te kunnen testen. Dan ben je misschien bij zo'n paar maanden en een beetje pech. Ben je 3 jaar bezig om zo'n test te doen? Dat is dan niet zo relevant. En wat Evolve doet, zij pakken ze. De eerste ronde is een reguliere AB-test waarin ze alles, of tenminste, correct me if I'm wrong hoor, maar waarin ze alles aan- en uitzetten. Dus de variant, je normale website plus die ene variant. Dus bijvoorbeeld de normale website en een andere tekst. Ja. Een normale website met een andere kleur. Een normale website met een andere vorm van die knop. We blijven terugknomen op die flauwe knopvoorbeeld. Ja, stereotype. Dus dat soort testen. En daarna, op basis van inderdaad zo'n evolutiemodel, gaan ze. En ze testen nooit al die duizenden varianten, maar altijd een subset daarvan. En ze gaan correlaties leggen tussen die varianten. Dus in ronde 2, dan heb je bijvoorbeeld kun je wel combinaties hebben tussen tekst en vorm, whatever. Maar ze testen het nooit allemaal. Maar doordat ze subsets testen. En dan, je test in de eerste ronde, test je de 8. De tweede ronde, test je er weer 8. Test je ronde 3, test je er weer 8. En zo heb je iets van, volgens mij iets van 6, 7, 8 rondes zit je zo aan, zeg maar. Waardoor je uiteindelijk qua sample size veel minder nodig hebt. Dus het is wel statistisch allemaal goed onderbouwd. Ja. maar je hebt veel minder traffic nodig om toch tot een conclusie te komen. Of in ieder geval. Kijk, we zijn geen universiteit aan het runnen, we willen gewoon een business runnen. Maar dat je in ieder geval een hele goede, goed onderbouwde conclusie kan trekken op basis van dat onderzoek. Goed genoeg in ieder geval. Maar wel dat je tempo kan houden. Dat je niet dood wordt geslagen van, deze test duurt 3 jaar. Ja, want in feite zegt die tool dan van, we hebben 6 rondes gedaan en 4 keer dat we de tekst hebben veranderd, heeft hij gewonnen. Dus volgens mij is er wat met die tekst aan de hand. Even. Ja, maar ook specifiek, het is wel een multivariate test. Dus hij gaat wel vertellen welke combinaties ook goed werken. Ja. En op basis daarvan, dus elke ronde, een soort van evolutie van, deze combinaties werken. Wat voor combinaties kan ik daarvan maken? En dan doet er ook nog een paar random tussen, zeg maar. Kijken wat dat doet. En het is een soort van AB-test en dan gecombineerd serieel, zeg maar. Want je test het achter elkaar door dan. Bouw je ook wel een soort van betrouwbaarheid op van houdt dit stand in over langere perioden? Want zo'n sentient test, ik heb het toen met Eurofirst gedaan, daarom ben ik, dat was wel 2,5-3 jaar geleden. Maar zo'n complete test duurde wel 3 maanden waren wij daarmee bezig, zeg maar. Ja. Dan heb je wel 5 rondes gehad. Cool. Ja, het is een hele, eigenlijk wel een complexe manier van CRO eigenlijk uitvoeren. En je moet het wel snappen om er waarde uit te kunnen halen. Want dat kwam ook terug uit de Landal case. Ze zagen nog niet direct een effect, ook na 5 rondes. En op basis daarvan hebben ze een selectie gepakt die ze dan toch weer traditioneel AB gingen testen. En daar zagen ze een winnaar naar voren die volgens mij op een clickrate richt zich. Die hebben ze hem doorgevoerd. Hey, ik dacht dat multivariate testen ook op die manier konden zonder dat je alles
met elkaar moet combineren. Wij hebben een oplossing die dit kan, maar andere, Adobe heeft een oplossing die dit kan. Ja. Maar er zijn ook andere partijen die MVT-testen doen zonder dat je alle combinaties tot in de treuren moet aanbieden. Ja, klopt. Want dat, die tool doet alle combinaties tot in de treuren, maar dan ja, versnelt eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende. Je kan ook een soort multi-arm bandit-achtige multivariate test doen natuurlijk. Dat is je wel allemaal, maar op basis van hoe succesvol is, ga je met je traffic schuiven. Maar volgens mij gaat het toch ook vooral om dat de tool bepaalt welke variaties die doet en niet de mens. Insentient, ja. Ja. Klopt. Precies. Dat is natuurlijk belangrijk. Oh, sorry. Dat is natuurlijk een belangrijk verschil met heel veel testen, waarin juist de mens het bepaalt. Ja. Ja. Ja, en ons feedback of ons gevoel daarbij was ook vooral, het blijft nog wel een black box. Ik weet niet of jouw gevoel erbij is. Want en natuurlijk, want kijk, als je een reguliere AB-test of ABC, whatever, meestal heb je wel bepaalde hypotheses als het goed is. Ja. En dat heb je. Je hebt waarschijnlijk, en dat is natuurlijk inherent ook bij multivariate test. Je hebt voor al die A, B, C, D heb je misschien wel een hypothese. Maar waarom combinatie F met A goed werkt, dat weet je niet. Geen idee. Er zit een hele complexe algoritme achter die. Ja, ik heb niet voor elke al die 5000 verschillende combinaties een hypothese. Ja. Dus wat dat betreft is het altijd een beetje, ja, je hebt wat losse hypothese, die voeg je samen. En dan gaat het ook weer van, nou ja, we zijn wel een business aan het runnen, dus oké, we voeren dat door. Dus wat dat betreft helpt het wel om dat tempo erin te houden, zeg maar. En wel ook je resultaten omhoog te krijgen. En ondertussen hoop je ook nog wat te leren. Ja, maar de learnings is dus minder. Je weet niet zo goed meer waarom. Ja. 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 Nee, Lieve vroeg bij mij, voor die begon met Sentient toen, nu je volgt. Ja. Maar van ja, moet ik het doen? En ik gaf precies hetzelfde aan. Het is een black box. Ja. Je kan het risico nemen om te doen. Ik zeg risico met aanhalingstekens. Ja. Maar omdat goed, als het resultaat oplevert, is het mooi. Weet je, wat probeer maar uit. We hadden toen ook met Online Duidelijk, hadden we toen samen gedaan met Euroflorist. Ja. En die zeiden ook van, eigenlijk moeten we ook een test doen, want die test duurt 3 maanden. Maar 3 maanden voeg je geen learnings toe aan die tool zelf. Zeg maar. Of je voegt geen andere varianten toe. Het is gewoon wat. Dus, wat zou er dan gebeuren als je wel gaat itereren, dus met een team zeg maar, tegen de tool, een soort vechten tegen de tool, een soort battle, maar dat je wel AB-testen gaat doen, die je wel in die periode kan doen, maar je iedere keer wel je learnings toevoegen, zeg maar. Ja. Dus dat is ook weer een... Je startpunt is wel waarschijnlijk wel anders, hè, want je doet zo'n type test duurt waarschijnlijk alleen als in feite is bijna een soort redesign, want je voegt meerdere Dat kan dus, maar dat weet je dus niet van tevoren. Nee. Hij kan in theorie natuurlijk tot de conclusie komen dat de variatie die je nu hebt de beste versie. Ja, maar dat deed Lando dus wel, juist voor een redesign van een winkelmandje. Ja. Dat is compleet anders geworden. Ja. Ja. Dat is de conclusie van de test. Ja, want normaal gesproken heb je een hypothese op een stelling en daar ga je dan binnen zaken zoeken. En die hypothese, ja goed, ze hadden dat was ook een feedback volgens mij die is in zijn rapport en ik heb ze al gesproken. Feedback was, het was een complexe geval. Ja. Maar ja, de hypothese was wel gevormd, mede ook in ieder geval door ons onderzoek kan. Dus winkelmandje moest gewoon echt op de schop. Ja. Dat werkte gewoon niet. Dat is ook wel leuk. Sommigen hadden een hele goede hypothese van de cases die kwamen. Maar sommigen zag je ook dat ze eigenlijk wat ze hadden getest, hadden ze dan daarna als hypothese genoemd. Gewaard. Als je de volgende 5 dingen verandert, dan zal dit omhoog gaan. Ja. Maar dat is niet een hypothese. Nee. Sowieso. Je dat op de HBO toch? Of op de middelbare school? Ja. Dat je eerst het resultaat had en dan ging je even terug redeneren van, oh ja, dit dacht ik toen 3 maanden geleden. Ja, echt waar. Ja, bij universiteiten en bij wetenschappers is dat natuurlijk een hot topic. En volgens mij zijn ze nu ook al mee bezig om mensen vooraf hun hypothese te oplaten. Voordat ze het verplicht, zeg maar, voordat je het onderzoek doet. Ja, joh, maar in business gebruik je dat toch ook. Als je gewoon heel mooie resultaten, dan blijf je toch ook in manager. Precies. Heel mooi resultaten. Dat heb ik bedacht. Ja. Hoe kwam je hierbij? Ja, Ingeven. Ingeven, ja. Ik ben gewoon heel goed. Gerard, nog een vraagje. Jij zit in de CRO-commissie van DDMA. Ja. Jij zit nu in de jury. Jullie zijn iets van 2-3 maanden hiermee bezig, denk ik. Dat mensen zich kunnen aanmelden voordat de CRO Awards zijn. Nee, de maand september, toch? Dus je moet voor 1 september ingeleverd hebben. Ja. Ja. En we zijn en dan gaan jullie aan het werk. Ja. Dus jullie zijn iets van 1,5-2 maanden bezig? Ja, je bent langer bezig in op het moment dat je begint. In de locatie, programma, sprekers. Okay, dat doe je langer, maar het hoogtepunt zit wel zeg maar eind augustus, begin september, wanneer je alle cases moet beoordelen. Ja. En dan, dus wat doen jullie van november tot juli?
Ja. Goeie vraag. We zijn het hoogtepunt van de commissie is inderdaad wel altijd deze jaarlijkse awarduitreiking. En ja. We zijn best wel een beetje zoekende van hoe kun je nog, wat kun je nog meer doen om het CRO-gedachtegoed naar een hoger plan te tillen. Nou, ik zou zeggen een podcast. Oh nee, die is er al. Ja. Maar we hebben roundtables gehad, elite workshops. Dus dat een kleine groepen mensen aan lange tafels met kaas en wijn gaan kletsen over een onderwerp. Ja. Daar hebben we een aantal van door het jaar heen. Maar het is heel lastig schaalbaar. Want ja, een ronde tafelgesprek met 12 mensen, nou, dat is dan afgelopen. Ja, zijn die dan in één keer een stuk beter? Of gaat het om het netwerk dat zij dan zelf hebben aangelegd? Dus we zijn nu ook aan het kijken van hoe we het toch wat meer kunnen gaan zenden met, ja, hoe flauw het ook klinkt, een soort e-mailnieuwsbrief. Waarin je toch ook het gedachtegoed naar meerdere kunt sturen dan een beperkt groep die je op een sessie kunt hebben of een ronde tafelgesprek. Ja. Ja, of discussiegroep of zo, LinkedIn. Of Facebook, hè, zoals jullie dat ook doen. Ja. Ja. Ja, dat is er al, hè. Ja. Nou ja, je kan ons kanaal natuurlijk wel misbruiken daarvoor. Dat bedoel, daar staat het voor open. Dus dat soort dingen kunnen zeker. En als jullie aankondigingen hebben, kom gewoon lekker in de podcast. Goeie. Ja, gaan we gewoon doen. Hey, Roderick, gaan jullie volgend jaar meedoen? Of ga je wat kanten aansporen om... ik heb het al gezegd, wij richten ons op UX research eigenlijk. Hè? Ja. Brainengineers is gewoon bezig om, of gewoon bezig. Nou ja, maar de eerste twee gasten die we hier hadden, of drie al, die zeiden allemaal van, ja, maar die begon al, zonder dat ik daarna vroeg, maar dat is gebaseerd op gebruikersonderzoek. Ja, ja, nee, dus maar UX research, basis. Klopt, ja. Ja, nee, UX research, dat kwam ook uit het onderzoek van Comfort volgens mij uit naar voren. UX research, ja, iedereen vindt dat belangrijk eigenlijk voor CRO. Ja. Alleen waar ga je dat toepassen in je processen? Ja, dat is... Ja, dat is de vraag. Ik heb voor DDMA werd me gevraagd om een artikel in te zenden. Als sponsor in ieder geval. Hè. Dus die mogelijkheid werd geboden. Heel fijn. Dat heb ik ook gedaan. Lang over nagedacht. Maar dat ging dus daarover. Ja, waar ga je nou UX research inzetten in CRO? En? Ja. Nou goed. Kijk, we hebben het ook gehad over learnings. En over lange termijn testen doen en onderzoek. En dat wat is nou de basis van je hypothese? En UX research gebruik je eigenlijk om gefundeerde hypothese te vormen voor je testen. En in CRO wordt er vaak gesproken over velocity. En we willen graag zoveel mogelijk, zo snel mogelijk resultaten zien uit de AB-testen. Er zijn altijd heel veel ideeën. Er wordt ook gesproken over ideeën backlog. Maar als je op lange termijn een educatieve resultaat wil behalen, iets waar je dus van kan leren, ja, dan moet je hypothese gewoon goed zijn. Klopt. En UX research kan daar heel erg bij helpen. We zeggen eigenlijk, ja goed, de tool die wij hebben, dat is dan BrainPeak, waarmee dus die emotional insights kan leveren. Dat was mijn reclameblok. Oh, nou ja, Roderick, als je wil, even kijken. Achtergrondmuziekje. Ik had hem weggestopt. Ja, hier is die. Yes. Ja? Dus tijd voor het door neurowetenschappen met AI te combineren, detecteren ze bij engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Nou, dat doen jullie dus. Ja, klopt. Nee, maar goed, hè, dus door dit soort inzichten leveren in UX, ja, ga je hypothese gefundeerder creëren. En weet je waar je daadwerkelijk bezig bent met testen. Wat we net al zeiden, dus ja... lampen licht, hè? Dus er is een heel mooie case aan voorgekomen. Ja. Maar de vraag is, ja, waar komt het nou echt vandaan? De hypothese is wel gevormd dat je iets kan doen met die social knoppen. Ja. Maar ja, goed, de echte learnings, ja, daar heb je, ja, daar kun je dus UX research voor doen. Waar gaat het in die journey? Wanneer pas je dat toe? Dan kun je ook dus met die timings werken, zoals er ook een andere case naar voren kwam. Ik ben even de naam kwijt. Of Schiphol of KLM? Ja, Schiphol. Ja goed, hè, dus daar kun je dus uiteindelijk op lange termijn veel meer uithalen. We zagen het ook bij de cases dat het heel veel werd gebruikt bij de hypothesevorming. Dat je naast je kwantitatieve data ook een kwalitatieve analyse, waar onder andere brain engineers voor gebruikt wordt of bijvoorbeeld een Tesla. Ja. Wat we nog weinig terugzagen is dat het verklarend achteraf wordt gebruikt. Want soms zie je wel zoiets, nou, versie 20 was de winnaar. En denk je, waarom? Daar zie je nog niet vaak dat er iets als... engineers wordt ingezet. Klopt. Dan, dan is het resultaat geleverd en hebben we het learning? Nee, nou, volgende keer beter. En door. Ja. Nee, klopt. En dat is ook iets wat wij merken bij al onze klanten.
iets waar we zelf ook van leren. Ja, hoe zorg je ervoor dat jij UX research nog steeds relevant houdt in je organisatie? Het wordt enorm gewaardeerd. Ja, maar goed, ja, je hebt te maken met bepaalde stakeholders of hoger management die ook moet overtuigen dat je UX research moet blijven toepassen. En ja, goed, dit soort cases, ja, die kunnen er heel erg bij helpen. Waar je weer terugverhaalt van, joh, dit was mijn hypothese, dit heb ik geleerd. Maar om deze reden gaan we ook op deze manier verder. Ja, goed, en dat blijft een uitdaging. Dat blijft een van de grootste uitdagingen. Ja, hoe zet je CRO-processen in een organisatie? En ja, ja, weer een sub-uitdaging is dan, ja, hoe zet je dan UX-research in je CRO-processen? Ja, goed, en dat is voor ons ook net zo'n uitdaging. Dat proberen we met onze klanten ook op te lossen. Maar goed, wat ik zei, ja, binnen BrainGeneer zijn we eigenlijk meer bezig met emotiedetectie op basis van breindata. En we hebben daar een hele mooie oplossing voor UX's voor gevonden. Maar we zijn ook bezig met, ja, heel veel andere zaken. Nieuwe neuro-headsets zijn we aan het creëren. Nieuwe algoritmes die we willen creëren, gericht op verrassing bijvoorbeeld. Hoe kun je verrassing element in je brein vinden. Ja, Elon Musk is ook niet voor niets mee bezig. Hè? Hoe je met hersendata en hersenactiviteit daadwerkelijk activiteit in je omgeving kan creëren. Ja, dus je televisie bijvoorbeeld besturen. Ja, dus we zitten in een heel interessant vakgebied. En ja, goed, we zijn heel blij dat we iets relevants hebben kunnen creëren voor UX. Ja, ja, en wat, we hadden net Manuel de Koster, die gaat zo meteen ook nog een praatje doen. Dat gaat erover van dat het voor veel bedrijven inderdaad een uitdaging is. Omdat dit vaak dingen zijn die toch op de langere termijn effect hebben. Ja. Het is lastig om binnen een maand of 3 maanden zelfs grote effecten hiermee te behalen. Ja. En hij zegt van ja, hij ziet ook bij Effective Experiments natuurlijk, komt hij bij veel bedrijven gebruiken de tool, dat CRO-specialisten worden aangenomen voor een half jaar of een jaar. Maar dat is gewoon veel te kort eigenlijk om daar echt stappen mee te zetten. Nou ja, sowieso als het een nieuwe rol is, dikke kans dat je de eerste 6 maanden bezig bent met de techniek. Om überhaupt je werk te kunnen doen. Ja. En daarna, ja, het gaat niet vanzelf. Je moet leren wat je klanten belangrijk vinden en welke kanten je op moet. En dat is een proces. En hij gaat er zo ook over vertellen. We moeten... Als CRO-industrie op een manier zien te vinden dat we dat ook bij het management duidelijk krijgen, zeg maar. Ja. Dat CRO belangrijk is. Ik bedoel, natuurlijk kan een persoon niet functioneren binnen je organisatie, dat is fijn, dan moet die persoon weg. Maar als je CRO maar een half jaar of een jaar de kans geeft, ja, dat is niet goed. Nee, en dan klinkt het ook alsof het enorm hangt aan die ene persoon. Maar CRO is altijd een team effort, want die CRO-specialist kan nooit alles in zijn eentje doen. En dan zit je weer met backlogs en sprints en waar het allemaal in moet. Dus, en producteigenaren, en, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Waarom we het ook vaak hebben over een cultuur van experimenteren. Het gaat niet om die persoon. Het hele bedrijf moet daarin mee zijn. Moet die mindset snappen dat überhaupt wat experimenten runnen. Wat dat betekent voor je bedrijf. Hoe je dat kan doen. Wat voor impact dat heeft. Wat voor tijdspannen, wat voor impact dat heeft. En soms moet je iets heel groot. Volgens mij in de laatste podcast had je het over personaliseren. Ik weet niet meer wie je als gast had. Personaliseren en emotie hadden we het over. We hadden het met Viresh Narain en Evert Samijn. En stel die topic rond naar voren binnen een half jaar. En je moet daar een hele organisatie over overtuigen. Van joh, dit moeten we gaan doen. Ja, zie dat maar voor elkaar te boksen. Ja. Dan moet je heel veel vertrouwen hebben. Ja, wat zijn als jij bij een organisatie komt? Van hey, kunnen jullie ons probleem even fixen? Dankjewel, Gerard. Gerard gaat verderop. Zijn glas is leeg, ik zie het. Wat doet bij jou de alarmbellen rinkelen, zeg maar? Of juist tegenovergestelde? Waar word jij heel blij van als je bepaalde dingen bij een klant ziet? Ja, nee, waar blij van? Wat je zegt, de cultuur. Dat is de cultuur van... Maar wat is dat concreet, zeg maar, voor jou? Ja, dat is team effort, inderdaad. Hè. Dus je merkt gewoon dat specialisten bij elkaar komen, interdisciplinair bezig zijn om de digitale omgeving te verbeteren. En of in ieder geval die drive hebben om dat te doen. Hè. Dus dat laat zeggen dat als die spark er is en beginner is. Ja, bij ons is het net zo. Hè. Je kan wel bezig zijn met usability testen, maar als je geen UX'er hebt die dat kan oppakken, dan ben je nergens bewijs van. Hè? Ja. Dus, als je dat terugziet, ja, dat, dat,
Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, dan weet je dat ze op het goede pad zitten en dat ze jullie echt kunnen gebruiken. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, ook bij CRO-specialisten. Dan word je aangenomen van verbeter de website maar. En hier heb je een mooi user lab, kun je je ding doen. Nee, we hebben geen development capaciteit. Ja. Nou, leuk. Ja. Waarom heb je een developer nodig? Ja, hè? Precies. Ja. Nou, je hebt een heel scala aan skillsets nodig. Je hebt de analyst nodig. Je hebt die front-end developer nodig. Als je lekker bezig bent, heb je ook die back-end developer nodig. Je hebt UX design nodig. Je hebt UX research nodig. Je hebt iemand nodig. Ja, sowieso heb je natuurlijk een psycholoog nodig. Iemand die in ieder geval alles... projectmanager, zeg maar, die daar ervaring mee heeft met dit soort dingen. Dat heb je allemaal nodig. Ja. En je hebt niet... dat schaap met die 7 poten. 7? 5? 7. Nee, het schaap met 5 poten. 5 poten, sorry. Geen idee hoe je bij 7 komt, maar die keur ik ook goed. Ja. als je die aan het werk zet en als dat die enige persoon is en er is verder ook die cultuur, die ontbreekt compleet, zeg maar. Ja, dan gaat die na een jaar weer weg. Dat kun je op dag 1 al vertellen. Ja. Ja, je zou eigenlijk ook moeten nadenken van wanneer is de timing om... Of hoe ga je überhaupt dit initiëren? En moet je dat dan direct in-house gaan starten? Of moet je met agencies gaan werken? Meestal is het natuurlijk klein beginnen. En als je enigszins cijfers onderbouwd dingen kan laten zien... Dat is natuurlijk meestal hoe het begint. Van een keer een test of een stukje onderzoek. Ja. Of één specifiek probleem oplossen waar een bepaalde afdeling of iets over valt. Zodat je... zo snel mogelijk je waarde en je rendementen kan tonen. Maar, ja. Ik vind dat persoonlijk een hele lastige om klein te beginnen, zeg maar. Oké, kun je dat 4 uur in de week? Ja, eens. Wat gaan we doen dan? Maar soms is het dat of niet. Ja, nou, en dan is het meer voor een soort van overleg met het team voor 4 uur, zeg maar. Of een paar keer een uur. Dan houdt het dan een beetje op. Kun je zelf niet zoveel doen. Nee, maar we hebben natuurlijk we hebben klanten waar we een aantal uren in de week voor of in de maand voor werken. En die willen dan ook iets met conversieoptimalisatie doen. En dan vragen ze bijvoorbeeld van, kan je een test draaien met dat budget? Ja, een test draaien, maar... Ja, tuurlijk. Ja, zeg maar wat ik moet testen en dan draai ik het. Maar dat is niet de gedachte. En dat betekent dat er uren moeten zitten in onderzoek, gewoon overleg met de organisatie, et cetera. Ja, en dan helaas haken gewoon nog veel dan af. Ja, en dan weet je dus, dan heb je dat stukje educatie te doen, zeg maar, van... Ja, maar het gaat niet om die AB-test. Nee. Dus wat we nu hebben gedaan voor deze specifieke klant... is we hebben nu 6 maanden testen gedraaid... waarin we onder andere bijvoorbeeld de USP's... en dus het is echt heel quick and dirty CRO, zeg maar. Maar dat hebben we nodig omdat we nu een meeting hebben met de directeur... waarin we kunnen laten zien, oké, wat hebben we gedaan? Waarom hebben we dat gedaan? Is dat perfect? Zeker niet. Maar we hebben er wel iets uit geleerd. Kunnen we nu eens gaan zitten om het goed te doen? Om het complete pakket aan te pakken. Ja. En als we dat niet hadden gedaan... Ja, dan hadden we het gewoon niet kunnen doen. En dat vind ik toch vervelend om... Nee, klopt. Maar het probleem zit eigenlijk nog 1 stap ervoor. Want je hebt die klanten eigenlijk al. En ja, goed, je wilt net beginnen met CRO. Ja, waar ga je dan beginnen? En hoe vind je die informatie? En ja, goed, daar gaat het vaak al mis. En dan wordt het we moeten gewoon iemand naar binnen halen die dat voor ons gaat doen. Ja. Ja, en die kan dat dan waarschijnlijk niet direct van de grond krijgen. Ja. Om al die redenen die we dan al eerder hebben genoemd. Ja, nog... Dan zie je toch een soort van vicieuze cirkel. Ja, precies. Ja. Hey, iets heel anders. Brainpeak, wat gaan jullie de komende 12 maanden aan werken? Yes. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ik hoop dat ik die vraag krijg. Nou, we komen... Ik zet mijn microfoon even uit. Komende kwartier is voor jou, Leg maar eerst even uit, want ik weet niet... Ik ken de naam Brain Engineers wel, maar ik weet niet wat Brainpeak is. Ja, Brainpeak... Het is een piek in je brein, gok ik. Ja, piek, maar gewoon P-E-E-K. Oh, van kijken. Een piek, dus een hoogtepunt. Maar inderdaad, gluren in het brein eigenlijk. Hè? Dus daar met een knipoog. Brainpeak, wij zeggen we leveren emotion analytics. Oftewel, we kunnen dus op basis van die hersendata emoties detecteren. En dat passen we dus toe in UX research. Nou, wat doen we dan eigenlijk? We hebben een methodiek waarbij we usability en neuroonderzoeken bij elkaar combineren. Dat noemen we dan neuro-usability onderzoek. Waarbij dus participanten bij ons langskomen en een opdracht krijgen. Nou, bijvoorbeeld zoek en bestel, bol.com of noem maar op. Ik weet niet of ik dit soort reclame mag maken, maar goed. Volgens mij wel, toch? Ja, hier mag alles. Hier mag alles. Ja. Bol.com, Amazon. Het was jouw kwartier dus.
We zijn geen publiek gefund radiostation, dus ga je gang. Iedereen weet dat je sponsort, dus dat is goed. Ook dat. Ja. Nou goed, in die neuro-usability onderzoek krijgen ze dus een opdracht om iets te zoeken en bestellen. Maakt niet uit wat de opdracht ook mee is. Maar terwijl zij door zo'n journey heen lopen, meten wij onder andere hersenactiviteit, maar ook eye tracking, mouse tracking, maken we screen recordings. Maar op basis van die hersenactiviteit die we meten, die breindata die we verzamelen, kunnen wij dus emoties detecteren middels algoritmes. Nou, die algoritmes is niet zozeer een black box, want we publiceren dat gewoon. Dat is gevalideerd door de VU, we hebben daar een whitepaper over. Dus ja, mocht je de kennis er kunnen hebben, kun je dat dupliceren. Maar goed, hè, dus op die manier kunnen we emotion analytics creëren. Oftewel, we kunnen dus in een second-by-second weergeven wat die emotionele beleving was bij die participant terwijl die door die journey heen liep. Dus een knop die niet werkt, dan roept dat frustratie op. Ja, precies. Dat zeggen. Er zijn drie emoties die we kunnen weergeven. Dus frustratie, enjoyment en aandacht. Op basis van onderzoek hebben we gekeken van, joh, wat zijn nou de meest waardevolle emotional insights die je kan leveren op basis van UX. Dus deze drie emoties geven wij ook weer. En hoe geven we dat weer? Dus in BrainPeak, in ons Emotion Analytics platform. Dus in een platform kun je precies terugzien, ja, wat is de gemiddelde time spent van al die participanten die door die journey heen zijn gelopen. Hoeveel kliks hadden zij nodig? Maar ook de emotie video's. Oftewel, je kan de screen recordings terugzien met erop de eye tracking en mouse tracking. Dus waar keken ze naar, waar klikt ze op? Met onder een grafiek weergegeven met die emoties. Waarbij een tijdsbalk heen loopt, zodat je second by second kan zien wat de emotionele beleving was van die participant terwijl die door die journey heen loopt. Nou, verder aggregeren die al die data. Dus we kunnen een hele... Het was geen glas. Het was geen leeg glas. Het was een lege maag. Waarbij we dus een hele emotion journey insight kunnen zien. Dus we kunnen eigenlijk vanaf de homepage tot aan de checkout kunnen laten zien waar dan de hoogste pieken in frustratie waren onder deze testpanel. En achteraf, met die specifieke participant die heeft deelgenomen aan die test, kunnen we ook die video's direct terug laten zien. Dus als algoritmes werken zo snel dat we die video's al direct gecreëerd hebben. Dus als een participant eigenlijk na afloop even terug kan kijken van, hey, zo ging door die journey heen. En hier zie ik een piek in frustratie en die kan dan toelichten waarom die frustratie heeft ervaren. En ook die informatie, die feedback, nou, noemen we de neurofeedback, die verwerken we dan ook in een dashboard. Dus je ziet niet alleen waar de frustratiepunten zitten of waar de emotie omhoog gaat, maar ook de feedback die die participant meegeeft. Want het moet wel wezen, er zijn heel veel onbewuste processen die leven, maar wat God ons geschonken is toch ratio. We kunnen ook heel goed uitleggen. Dus vooral die combinatie tussen toelichting en het subjectieve, dat zie je terug in ons dashboard. En dan op een objectieve manier. Juist. Dus een van de kanttekens dan alleen van wat iemand ervaart en de uitleg die hij daarbij geeft, kloppen die met elkaar? Kloppen die zeg met elkaar. Nou, in 80% van de gevallen wel, 20% niet. Dat is een stukje betrouwbaarheid. Ja. En het kan zijn dat ons algoritme is dan zo goed dat wij iets ontdekt hebben wat ze niet terug kunnen halen. Of andersom. Het kan juist zijn dat het een misinterpretatie is van ons algoritme. Wat er niet direct gelinkt kan worden met die emotie. Dus dan vertelt iemand hoe frustrerend het was en dan zie je niks in je scan bedoel. Ja, het kan ook zijn dat mobiel ging over jeuk aan zijn been of zo. Dat kan ook nog voorkomen. Maar weet ze het wel terug. Maar dat is 80% van alle punten die we zien, weet ze ook terug te halen. Cool. Combineren jullie die data ook wel eens met andere fysieke, bijvoorbeeld dat je galvanic skin response, dat als mensen gaan zweten of zo. Of misschien eye tracking erbij, dat mensen, als ze zenuwachtig heen en weer gaan kijken, dat soort dingen. Helpt dat? We zijn, vooral in het begin deden we ook emotie detectie in het gezicht, dus facial expressions. Wat we heel veel zien, dat heel veel mensen gefronst kijken achter een scherm, waardoor het lijkt dat ze heel boos aan het kijken zijn. Dus die data, dat is minder betrouwbaar dan echt die hersendata die we meten. Maar ik dacht meer als aanvulling, zeg maar. Omdat als je vanaf drie verschillende punten kan zeggen, of denkt dat iemand gefrustreerd is, dan heb je hem beter onderbouwd dan misschien alleen... Nee, klopt. Dus, en sterker nog, we zijn ook aan het kijken of we die emotiedata kunnen leggen naast alle muisgedragingen die we van het hand kunnen ontvangen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een muisgedrag vertoont wat lijkt op uitvalgedrag, dus je wilt weg uit een pagina, correleert dat dan met de frustratie die we uit het brein kunnen meten.
We zijn eigenlijk wel continu bezig om inderdaad ook zweetafgifte, dus wanneer je stress bent, inderdaad zweetafgifte. Ja. Dat gaat er nou ook over een respons, maar even voor de leek toegericht. Ja. Dat kan leiden tot stress. Of een oorzaak hebben kan zijn stress. Ja. Om dat te relateren ook aan frustratie. Dat zien we wel. Alleen EEG is elektrische lading. Dat zie je net sneller, flink sneller terug in data. Waardoor we sneller ook die algoritmes kunnen creëren. Dus het is een databron dat we niet snel zullen gebruiken voor de UX insights die we leveren. Maar goed, voor in de toekomst misschien voor een ander type insights die we leveren. Ja. Maar even terug te komen op jouw vraag. En wat gaat nog gebeuren voor de komende jaar met BrainGeneers en BrainPeak? Er komt een versie 2 van BrainPeak. Dat betekent dat wij ons platform, wat nu eigenlijk een interactief rapport is, meer een SaaS-oplossing gaan maken. Dus het wordt echt daadwerkelijk een platform die onze klanten kunnen gebruiken om op afstand testen aan te vragen. Waarbij ze binnen 3 werkdagen de hele usability insights met gebaseerd op breindata terug kunnen vinden in een dashboard. Ja. Dashboard heeft ook allemaal tutorial links, allemaal insights waarin ze er zelf in kunnen duiken om daar insights uit te kunnen halen. Want wat er vaak nu gebeurt is dat we een belletje krijgen van klanten van hey, we willen graag dit testen, hoe gaan we die test inrichten? En er komen hele mooie resultaten uit, maar dan moeten we alsnog even langskomen om een presentatie te geven en uit te leggen hoe dat dan werkt. Ja. Nou, goed. Daar lenen we. Ja goed, we doen het wel, maar we willen juist heel erg bezig zijn met automatiseren en nog meer breininzichten creëren. Ja. Veel meer een online brain academy, zeg maar. Ja, een beetje precies. Die kant op. Ja, die kant op. En die tool wordt dan daardoor ook toegankelijker om niet alleen maar voor die hele high-end klanten. Ja goed, onze klanten zijn Albert Heijn en Foto van Zico, zeg maar. Dus om daarmee aan de slag te gaan, maar juist omdat we hier veel tijd mee winnen, kun je dus ook goedkoper aanbieden en wordt het dus uiteindelijk toegankelijker. En dat is ook wel een van onze missies, is om die emotional insights, we zeggen dat unlocking the emotional experience, dus niet alleen kijken naar nieuwe emoties, maar ook dat het toegankelijker wordt. Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk dat het bewijs van toegankelijk wordt voor de bakker om de hoek, om emotiedata te gebruiken op basis van hersendata. Ja, ik was wat aan het vertellen. Maar. Nee, maar gewoon echt zodat het MKB het kan gaan gebruiken. Ja, bij wijze van. En dat begint natuurlijk bij grote MKB die tientallen miljoenen doen. Maar net zolang totdat die bakker op de hoek het ook kan. Bakker op de hoek kan ook al gebruiken. Of totdat die bakker op de hoek 10 miljoen omzet. Ja, dat kan ook. Ja. Laten we het hopen. Nee, goed. En het zijn ook heel veel andere interessante toepassingen. Weet je, het kan ook nog klinisch worden toegepast. En onder huisdieren om emoties te kunnen ontdekken. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden met emotiedetectie op basis van hersendata. Ja. Dat blijft onze missie. En we zijn ergens gestart en we zijn gestart in UX, maar waar dat verder gaat eindigen, dat gaan we zien. De cat whisperer, maar dan echt, zeg maar. Ja, maar dan echt. Heel goed. Gerard, wil jij er wat toevoegen? Hoe zijn de frietjes? Ja. De frietjes zijn heerlijk. Goed zo. Waar ben jij bij Adobe mee bezig? Dan ga ik even friet halen. Nou, de meeste mensen kennen Adobe van de creatieve oplossingen. Om Photoshop, InDesign, alle dingen om mooie content mee te maken. Ja. Maar een aantal jaar geleden is Adobe heeft ook een digitale transformatie ondergaan. Ja. En zijn daarmee begonnen met Experience Cloud producten. Dus we hebben ook een content management systeem, we hebben ook een Google Analytics, we hebben een Adobe Analytics, we hebben ook een AB test oplossing. Dus we hebben zo'n hele cloud, de Experience Cloud van marketingoplossingen die met name door grotere bedrijven gebruikt worden. Maar we hebben ook een e-commerce oplossing bijvoorbeeld. Ja, jullie hebben Magento overgenomen vorig jaar. dus we zitten ook nu meer bij de MKB klanten. En wat we nu doen is, wat je ziet is dat die producten zijn zeg maar met elkaar geïntegreerd. En dat werkt heel goed tot prima. Ja. Maar wat je wel ziet is dat je allerlei functionaliteiten in elk product opnieuw moet maken. Je wil overal een segment kunnen definiëren of een segment kunnen gebruiken en kunnen uitwisselen. En waar we nu de afgelopen jaren met name mee bezig zijn geweest is het creëren van een soort platform. Dat alle soort generieke functies in één keer maakt en real-time doet en over een heleboel databronnen heen. En daar beginnen we nu de eerste resultaten van te zien. En daar ben ik met name mee bezig. Er zitten natuurlijk ook heel veel datacomponenten in. Ja. Hoe kun je die data brengen naar een klant die daar met zijn eindklant iets mee kan doen? Ja.
Ja, super interessant. Ja, ik was gisteren toevallig bij Adobe Experience Forum. Ja, in Maarsen. En daar werden ook weer wat leuke dingen gepresenteerd. Er was onder andere, jullie hebben ook op verschillende conferenties ook een onderdeel dat heet Sneaks. En daar werd gepresenteerd inderdaad, als mensen inderdaad op een, de case was dat mensen op een vliegveld rondlopen. Jouw telefoon weet natuurlijk al wie jij bent en waarin je soort van geïnteresseerd bent. En dat je een melding krijgt van oké, dat je gewoon een shop waar je langs loopt scant. Dat je al persoonlijke aanbiedingen krijgt in deze store. Gewoon je koekjes goedkoper kan krijgen. Bijvoorbeeld. Je koekjes? Je koekjes. Echt stroopwafel. Ja, precies. Merci. En dat is gebouwd op dat platform wat ik net zei. Ja. Dus daar komen allerlei databronnen binnen. Webgedrag, point of sale gedrag, CRM. En daar wordt het ook real-time gecombineerd. Ook met meerdere identities. Dus ja. Je bent een cookie op een website. Je bent een klantnummer in je CRM. Je hebt nog een loyalty kaartnummer. Dat wordt allemaal één. En dat kun je dan allemaal in milliseconden dan inderdaad gebruiken. Ja. Relevant te zijn om bijvoorbeeld die stroopwafels op de luchthaven te kopen. Ja, het voorbeeld was een boekstore. Ze hadden dan die stroopwafels. Van Jack Whitehall. Maar ze hadden ook dat je boek recommendations krijgt, zeg maar. Al gebaseerd op jouw achtergrond, zeg maar. En wat je interesses zijn. Dat je dan meteen een persoonlijke aanbieding krijgt. Je hebt toch 2 uur te doden op die airport. Ja, lees eens een keer een boek. Ja, heel goed. Ben je daar, we hebben eind van de maand Magento Live. Ben je daarbij? Ja, daar sta ik ook. Ga je presenteren? Ja, ik heb een... Ga je het over hebben? Ik ga daar vertellen over onze analytics oplossing en onze AB-test oplossing. En ik sta dan daarnaast 2 dagen op die beurs om over de hele cloud te kunnen vertellen. Het evangelie te verkondigen. Ik ga preken. Ja, precies. Volgens mij gaan we ook weer beginnen zo. Dus ik zou zeggen, join the crowd. Dank jullie wel. Wij gaan nog wat, we gaan zo nog wat winnaars interviewen, denk ik. En friet eten. Zullen mensen binnen sturen? Ja, is goed. Stuur maar mensen naar binnen. Dank je. Goed, dankjewel. Hoi.